Ja, ik vind het belangrijk, want als je wilt buitenspelen, dan kan dat gewoon en niemand mag jou tegenhouden. Dus je mag eigenlijk bepalen wat je wilt. Ja, maar dat kan gewoon in Rotterdam, toch? Ja. Kennen jullie verhalen van mensen, van kinderen die misschien uit andere landen komen? Ja. Een tweeling bij ons in de buurt is gevlucht uit Syrië. En toen er daar nog geen oorlog was, hadden ze geen rechten, zeiden ze. When I'm lying in my bed at night, I don't wanna grow up. I don't wanna. Doing my best to turn out right. I don't wanna grow up. I don't wanna. How do you move in a world of fog? It's always changing things. What makes me wish that I could be your dog? Waarom is dit georganiseerd en wat betekent het? Nou, alle activiteiten die je vandaag kunt doen, die staan in het teken van de kinderrechten. En zoals je net zag in de grote zaal, dan kun je bijvoorbeeld schaken. En dat staat eigenlijk een beetje symbool op dat je het recht hebt om te leren. Maar je kunt ook gesminkt worden of glittertattoos kun je jezelf laten aanbrengen. En dat betekent eigenlijk dat je het recht hebt om jezelf te zijn. Dat het niet uitmaakt hoe je eruit ziet of wie je bent, dat je daar helemaal zelf voor mag kiezen. Hallo meisje, mogen we je interviewen? Ja. Hoe heet jij? Ik heet Dunja. Waar denk je aan als je het woord kinderen? Dan denk ik aan de rechten die kinderen hebben, zoals op, ze hebben recht op voedsel, onderwijs en huisvesting bijvoorbeeld. Wat vind je ervan dat mensen dit georganiseerd hebben? Ik vind dit een heel goed idee, want ze denken dan ook aan de kinderen die bijvoorbeeld die in oorlogsgebieden leven en zo. Wat vind jij van het festival? Leuk. Waarom vind je het leuk? Er zijn veel kinderen van andere gebieden en uitkleuren, laat me het zo zeggen dan. Waar denk je aan als je het woord kinderrechter hoort? Huh? Waar denk je aan als je het woord kinderrechter hoort? Dat kinderen ook rechten hebben op straat en in huis en zo. Okay. Wat vind jij het belangrijkste recht van een kind en waarom? Dat hij gewoon mag doen wat hij wil. Peter! Meneer, bent u Peter? Sorry? Bent u Peter? Peter? Nee, ik ben geen Peter. Peter! Meneer, bent u Peter? Nee, ik ben niet Peter. Peter van UNICEF! Peter van UNICEF! Meneer, bent u Peter? Ben ik Peter? Nee, ik ben niet Peter, nee. Peter... Wie is dan Peter? Meneer, bent u Peter? Bent u Peter? Ik ben Peter, ja. Van UNICEF? Ja. Oké. Wat hebben kinderen aan dit festival? Goeie vraag. Ja, wat kinderen er volgens ons aan hebben is dat we het fijn vinden dat er kinderrechten zijn. Dus het is een beetje feest vandaag. Dat we vieren dat er kinderrechten zijn. En kinderen kunnen ook informatie krijgen wat kinderrechten zijn. Dus wat betekent het bijvoorbeeld? Waarom is het belangrijk dat er schoon drinkwater is bijvoorbeeld? Of waarom is het belangrijk dat er gezondheidszorg is voor kinderen. Ja, dat soort dingen. Daarvan vinden we het belangrijk dat kinderen dat weten. Ja. Bent u eigenlijk de baas van UNICEF? Nee, ik ben niet de baas van UNICEF. Oh, oké. Okay. Maar ik vind het wel heel leuk om mee te werken dat we dat hier met elkaar doen. Oké, jongens, jullie hebben nu een beetje rondgekeken en rondgevraagd. Wat vonden jullie er zelf van? Ik vond het best wel leuk. Ik vond het ook best wel leuk. En apart. Iets van geleerd over kinderrechten? Ja, heel veel. Wat dan? Dat een kind echt een recht heeft om iets te doen. Wat vinden jullie daarvan? Wel leuk.